Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Karine van Blondie Beauty Fashion en ik neem regelmatig video's op. En ik heb heel veel gevlogd, maar ik ben nu weer een beetje terug naar de andere video's. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar die tweede lockdown. Nou, de rommel komt op me af. Ik word er gek van. Ik word er heel onrustig van. Ik kan me daardoor altijd minder goed concentreren op mijn werk. Ik hou echt van een opgeruimd huis. Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd. Dat helpt mij heel erg om gewoon rustig te kunnen werken. Dus ik ben flink aan het opruimen. Ik heb daar al een video over opgenomen. Er komt er nog één aan. Dat gaat heel erg over mijn spullen. Of misschien komt die eerder online, weet ik niet helemaal. Maar deze gaat echt over speelgoed. Want we weten allemaal dat speelgoed heel belangrijk is in de lockdown. Want dat vermaakt de kinderen. Maar het is ook zo in your face. Het zijn allemaal redelijk primaire kleuren. Wat ik sowieso altijd heftig vindt in mijn gezichtsveld. Wij proberen het allemaal wel rustig te houden in de basis. Nou, dit is ook een redelijk rustig iets. Maar voor mij staat een gekleurde Duplo, gekleurd Duplo bouwwerk. Ook belangrijk, want het was een schoolopdracht. Want Niels moest een brug bouwen en daar vervolgens een plattegrond van maken. Of iets in die richting. Hij moest er iets mee tekenen. Nee, het was geen plattegrond. Het was volgens mij juist een aanzicht of zo. Nou, anyhow, doet er niet toe. Kortom, het speelgoed wordt heel goed gebruikt, maar om te voorkomen dat ik hysterisch word, probeer ik het een beetje in de perken te houden. En na mijn vorige opruimvideo werd ook gevraagd om opruimtips, omdat ik natuurlijk hier al een beetje mee begonnen was. Met die kussentjes, want hier stond vroeger allemaal speelgoed op en dit heb ik nu rustig gemaakt door kussentjes. Het scheelt mij echt al de wereld. Ik had vroeger zoiets van, als ze het zien, dan spelen ze ermee. Maar weet je, inmiddels zijn mijn kinderen 2 en 5. En 1 is bijna 2,5, zeg maar, en 5. Dus ja, weet je, die weten echt wel waar hun speelgoed ligt. Dus dat hoeft allemaal niet heel super in het zicht te liggen de hele tijd. Dus ik heb een aantal plekken waar ik speelgoed opruim. En ik ga gewoon een beetje jullie ermee naartoe nemen. Ondertussen ga ik het ook weer een beetje opruimen. Wat dingen weg. Ik ben ook wel van het roleren van speelgoed. Maar ik moet zeggen dat dat zeg maar naarmate ze ouder worden, dat ik dat steeds minder doe. Omdat ze inmiddels zeg maar zelf weten wat ze hebben en waar ze mee willen spelen. Dus dan krijg je ineens, waar is dit gebleven? Waar is dat gebleven? En dan denk ik, oh, dat heb ik net had ik net opgeruimd in zeg maar een kast bij Eli. Die zal ik zo ook nog even laten zien. Ik hoop dat ik deze video een beetje praten met jullie op kan nemen. Maar Sven is nu naar buiten met de kids. Het is freezing koud. Dus ik weet niet hoe lang dat gaat lukken. Dus er zullen ook stukken zijn waarbij je mij gewoon bezig ziet. Misschien dat ik een voice-over of zo over doe. Maar je zal me ook gewoon een beetje bezig zien. Maar ik dacht, ik laat gewoon wat tips zien van hoe wij het doen. En ik ruim ondertussen weer een beetje op. Want ja, ook bij ons kruipt het speelgoed waar het niet gaan kan. En dan nog iets over de achtergrondgeluiden. De vaatwasser staat aan, de droger staat aan. Het is zondag. Ja, het is lockdown tijd. Is het combineren van alles. Dat weten jullie denk ik als geen ander. Zeker met kinderen. Is het eventjes roeien met de riemen die we hebben. Dus laten we gauw beginnen. Nou, we beginnen hier. Dit is een bak, de Stuva van IKEA. Dit is ook een tafel. En het is dus een bak die je eruit kan rollen. Je kan ze los van elkaar volgens mij kopen. Ze zien er tegenwoordig iets anders uit, maar het concept is volgens mij hetzelfde. Ik vind deze super fijn. Je kan er ook een hele rits van maken. Dat past niet, want we hebben hier een verwarming staan. Maar je kan ze ook allemaal aan elkaar koppelen en zo. Maar ik vind het een heel fijn systeem. Wat ik ook heel fijn vind, is zeg maar dat deze handgrepen ervoor zorgen dat ze over het algemeen deze wel gebruiken. Dus bij ons is er, ik koppel het even af, nog nooit een vinger tussen gekomen. Niet heel belangrijk. Dit was vroeger een gedeelde kast, maar dit is tegenwoordig Elin's kast en Niels heeft nu zijn speelgoed op zijn kamer staan. Ik vond dat praktischer dan alles door elkaar. En dan een deel van haar ook bij Niels. Bij haar op de kamer heb ik wat minder speelgoed. Of eigenlijk geen, alleen maar een soort wisselsetje. Dus dit is echt voor Elin. En in Niels' kamer is voor Niels. Maar het is alweer geëxplodeerd. Hier ligt van alles in. Dingen waar ze heel veel mee speelt, die komen bovenop. En we gaan gewoon even we gaan het even ordenen. En wat ik altijd doe, is ik maak verschillende stapels. Ik maak een stapel van dingen die ze veel gebruiken.
Dus die gewoon op deze plek blijven. Ik maak een stapel van random dingen die of ergens anders een plek moeten hebben of mogen verhuizen naar de prullenbak. En ik maak ook een stapeltje van dingen die weggaan. Dus ik maak eigenlijk steeds allemaal stapeltjes. En ik maak lijstjes voor dingen waarvan ik iets nodig heb. Bijvoorbeeld, ze hebben zo'n heel leuk ijssetje. Dus die heb je dan allemaal van die verschillende bolletjes. Maar dat ligt nu overal. Dus dat wil ik eigenlijk in een bakje doen. Dus als ik dan zo meteen ergens anders bijvoorbeeld een bakje vrij speel, kan het daarin. Heb ik dat niet, dan moet ik even kijken of ik nog ergens een bakje heb liggen. Of dat ik dat dus moet aanschaffen. Of het kan ook bijvoorbeeld een zakje zijn. Ik denk dat ik dit bijvoorbeeld gewoon in zo'n plastic zakje ga doen. Wat ze zelf open en dicht kunnen maken. Zo'n ziplock bag. Dan hebben ze gewoon de ijsjes bij de ijsjes. Want anders willen ze met de ijs spelen. Dan is de ijsdepel weer kwijt, je snapt. Dat is irritant. In de kast zitten trouwens twee losse bakken. Dat vind ik zelf heel handig. Nou, dit is alles wat eruit is gekomen. Dus dat gaan we even organiseren. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even de andere opbergplekken laten zien. Want de kids zijn nu nog niet thuis. Ik kan het nu nog even rustig vertellen. Oh, een soort in. Oké. Hier hebben we een boekenkastje. Wordt heel, heel, heel veel gebruikt. Net als het keukentje. Dus dat zat in de woonkamer. En hierbovenop zit nog een bak met die Albert Heijn huisjes en dieren en zo. Dit zou misschien wel minder kunnen. En dan zijn we op de kamer van Niels. En die is natuurlijk een stuk groter. En speelt ook echt graag op zijn eigen kamer. Juist zeg maar als hij even denkt van ik wil gewoon even in mijn eigen wereldje zitten. Zonder mijn zusje die van alles doet. Dus, en dan speelt hij graag met Lego. Dus dat ligt hier vrij veel. Dat is natuurlijk omdat het nu weekend en lockdown. Maar vooral weekend is. Dus in het weekend mag hij dat gewoon lekker uitstallen. En dan ruim het daarna wel weer op. Dit tafeltje is gewoon een tafeltje van Ikea. Hij is eigenlijk hout met wit, maar die heb ik ooit geschilderd. Echt een heel fijn en goedkoop tafeltje waar hij heel graag aan zit met zijn Lego. Zoals je ziet, ja, hier zit een verhaal in, vraag het mij niet. Dan heeft hij daar zijn nachtkastje, wat ik ook echt even moet uitpluizen. Maar hij heeft hier deze boekjes, leest hij altijd 's avonds. Lego boekjes, speelgoedboeken, zijn Pokémon kaarten. En dan is dit een soort rommella. Dan is dit een gouden tip. Dit is een zak. En hier zit normaal gesproken dus al zijn Lego in. Ik weet niet wat deze hier doet. En die kan je gewoon openleggen. En dan spelen ze er lekker mee. En dan gooi je daarna alles er weer in. En dan maak je die zak weer dicht. Super ideaal. Deze heeft mijn moeder zelf gemaakt. Dus die kan je niet kopen. Maar ze zijn ook gewoon te koop. En dan heb je gewoon touwen eraan. Daarmee trek je hem dicht. En dan is gewoon je Lego opgeruimd. Ideaal, hadden wij vroeger ook. Helemaal top. Het is namelijk makkelijk voor kinderen om zelf op te ruimen. En je bent het gewoon meteen, is het uit het zicht. Nou, dan heeft hij hier, dit is ook een Stufa-kast. Dit is het nieuwere model, maar ik dacht dat die ook alweer veranderd waren. Hier zitten zijn kleren in, maar ook speelgoed. Hier zitten klei en dat soort dingen in. Hier zitten meer Elin-spelletjes in. En hier zitten allemaal stickerboekjes en kleurboeken in. Hier staat nog wat Lego van hem. En daarbovenop kunstwerkjes en zo. Dan heeft hij hier. Dit is zeg maar rommela die ik pas net heb gedaan. Deze moet ik echt nog even gaan ordenen. Gaan we straks ook doen, hoop ik. Spelletjes. Hier zit zijn ondergoed in. En hier zit ook. Dit moet allemaal even geordend worden. Deze bijvoorbeeld leeg. Dat is een beetje zonde, want die neemt heel veel ruimte in. Die heeft hij van zijn opa en oma gekregen. Dus moeten we even een purpose voor vinden. En dan heeft hij hieronder nog twee bakken. Deze heb ik laatst gededicated to verkleedkleren. Maar dat is echt geëxplodeerd. En dat is de categorie muziekinstrumenten. Maar dat zijn wel hele handige bakken voor onder het bed. Ook van de Ikea. En dan hebben we hierboven knutselspullen. Hier zitten zeg maar de meeste stickers zeg maar in. En potloden en dat soort dingen. Want die wil ik niet los hebben liggen. Net als verf. Want Elin, daar zitten nog wat puzzels achter. Dit stukje wil ik ook even heropruimen, regelen. En deze is gewoon prima. Want als ze knutselen pak ik gewoon die bak erbij. Maar Niels heeft echt nooit ergens een kras opgezet van wat niet een papier was. Bij Elin heb ik er iets minder vertrouwen in. Dus we hebben het toch even naar boven verplaatst. En hier helemaal boven in de kasten staan nog wat lege dozen die ik nog wat kan gaan gebruiken. Ik heb hier zit nog wat beddengoed van hem in.
En hier zitten nog wat random dingetjes in. Niet zo boeiend. En dan hebben we hier bovenin. Even kijken. Dit zijn kleren die te klein zijn geworden voor de kids. Dus dit is een soort van mijn weggeefdoos. Want ik heb vriendinnetjes met kleinere kinderen. En daar, nou ja, als ik daar naartoe ga, neem ik wat stapeltje mee. En daarboven zit nog wat spelletjes voor waar ze nog te klein voor zijn. Of puzzels. En daarbovenin heb ik twee schoenendozen. Sven heeft hele grote voeten, maat 47. Dus dat zijn lekker ruime dozen. Daar past A4 papier in. Dus mocht je dat een keer zoeken. En in die dozen heb ik hun knutselwerkjes zitten. Die ze in de loop der jaren hebben gedaan. Af en toe heb ik weer een stapeltje. Dan pak ik dat er weer uit, leg ik dat er weer in. En dan sorteer ik wel even van, oh, is dit nog leuk? Dus ik bewaar eigenlijk alleen de allerleukste dingen waarvan je ook echt... Soms staat er ook gewoon even een naam en een jaartal en zo bij. Dat je een beetje weet van, oh, dat is leuk. Toen was ze 1 en toen heeft ze dit gemaakt. Dat zijn toen haar voetjes. Nou, daar probeer ik een beetje in te filteren. En dat heb ik laatst ook wel eens laten zien. We hebben daar nog een zak met knuffels. Die heb ik laatst met ze samen geprobeerd te saneren. Maar dat is niet helemaal gelukt. Of tenminste, deze is wel gesaneerd. Maar niet zoveel als ik zelf zou doen, laat ik het zo zeggen. Nog een tip is... knutselwerkjes heb ik nu twee lijstjes voor gekocht van de IKEA. En die zet ik in de woonkamer. Dus dit is nu een knutselwerkje van Eden waar ze trots op is. Dus die mag er dan in. Het ziet er meteen een stuk georganiseerder uit, zeg maar. Het kreukt ook niet, valt niet om. En deze twee zijn van Niels van Kersttijd. Dus dat is ook nog even een tippie voor de knutselwerkjes tussendoor. En dan de laatste plek waar we speelgoed hebben is de wisseltrofeekast. Sorry, de droger staat aan. Bear with me. En ik ben de bed aan het wassen, dus het is een beetje een rommeltje. Maar dit is de kledingkast van Elin. En hier zit dus allemaal ook nog speelgoed in. Bepaalde knuffels zoals deze, die gebruiken ze nog wel. Maar er zitten ook puzzels in waar ze echt te groot voor is geworden. Er zit ook een serviesje in wat ze nog gebruikt. Maar goed, dit moet ik ook echt even gaan opruimen. En bijvoorbeeld haar poppenbedje, dat ligt nu vol met spullen. Dat wil ze graag als poppenbedje gebruiken, dus dat moet ik ook even doen. Dus dat zijn de missies. We gaan gauw verder. Maar dan weten jullie een beetje wat de missies zijn, want ik weet niet hoeveel ik zo meteen nog kan kletsen. Dit is opgeruimd. Ik heb hier eigenlijk alle puzzels liggen en nog wat andere spelletjes en het hondje. Hier heb ik de spullen voor de ijsjes. Make-up koffertje, dokterskoffertje en de kassa. Hier nog de poppetjes. En hier zitten nog de My Little Ponies in en in de andere koffer zitten koffertjes. Dit ga ik allemaal verplaatsen. Even kijken, deze gaat natuurlijk naar de muziekinstrumenten, deze gaat naar de spelletjes. Dit zijn dingen van Niels, dus die gaan naar Niels' plek. Deze gaat naar de tekenspullen, dit moet even naar de diertjes, dit moet ze om hebben natuurlijk. Dit is ook iets van Niels, dit moet ook ergens anders. Dit gaat in de bak, zeg maar, waar ze eigenlijk niet meer mee speelt. Deze kan nog wel hierin. Deze gaat naar de kamer van Niels. Deze gaat naar de Duplo. En dan heb ik hier nog een beetje weggooi. Het zijn vooral zeg maar kapotte boekjes en kaarten. Dus dat is dat. Er zijn trouwens verschillende meningen over of je kinderen hier bij moet laten helpen. Ik heb dus laatst gedaan met die knuffels. Maar wat ik zeker bij Niels merk is dat die dan ineens alles weer geweldig vindt en dan ze eigenlijk niks weg wil doen. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, nou, dan moeten er 3 weg. Allebei moeten er 3 kiezen. Wat voor Elen niet zo'n probleem was. Die had vooral eigenlijk eentje die ze wilde houden, maar Niels wilde echt iedereen houden. Dus ja, ik denk dat misschien net even niet de leeftijd is. Dus het hangt ook een beetje van het kind. Of ik denk dat het bij Elen makkelijker gaat dan bij Niels. Niels, die speelt ook echt nog steeds met van alles.
Ja, en bijvoorbeeld de Duplo, daar heeft hij heel veel mee gespeeld en Elin heeft er iets minder interesse in. Maar als Niels er wat mee moet bouwen, is ze de eerste die erbij gaat zitten. Maar we laten hem dus met Duplo bouwen voor school, zodat zij niet met die Lego de hele tijd in aanraking komt. Maar ja, het is altijd een beetje zoeken. Ja, als je snel wil zijn, zou ik het alleen doen. Maar ik zou met bepaalde categorieën ze gewoon wel laten helpen, gewoon om het te proberen. Zoals met die knuffels dacht ik, ja, weet je, hoe vaak spelen ze daar nou mee? En knuffels vind ik ook niet iets wat je makkelijk wegdoet. Dat vind ik toch een beetje onhygiënisch, zeg maar. Dus ik heb wel laatst met ze allemaal dingen naar de kringloop gebracht. Of eigenlijk met Elin en Niels ging met Sven naar de sloop, zeg maar, toe. Naar de Milieustraat. En zo mocht Elin dus wat nieuws uitzoeken van de mevrouw van de kringloop. Waarop natuurlijk Niels dacht van ho. Dus ik zei, nou, dan gaan we ook nog een keer samen bij jou kijken wat er weg kan. Dus ik wil hem wel een beetje erbij gaan betrekken, maar ja, niet bij alles, want het is gewoon te veel en ook te moeilijk voor ze. Dat snap ik ook. Dus een beetje met mate. Dat is mijn mening. Maar ja, zo ga ik het in ieder geval een beetje doen. Dan komen we aan bij de boeken. En dat vind ik zelf altijd een hele lastige categorie. Want mijn kids zijn echt dol op boeken. En ja, ik ook. Ik ben ook echt opgegroeid met voorlezen. Ik vind het fantastisch. Mijn ouders lezen ook heel veel voor. En ja, ze, weet je, dat is gewoon. We hebben ook, ze zitten ook bij de bibliotheek. En daar genieten ze ook van. Maar er zijn natuurlijk altijd boeken, ja, die ze eigenlijk nooit pakken. Ik heb hier twee rijen, zeg maar, per verdieping. En dan rouleer ik ze even van voor naar achteren. En sommige boeken zijn gewoon echt te ranzig geworden. Bijvoorbeeld hè, kinderboekjes, die worden wel eens ranzig. Bijvoorbeeld deze. Vindt Niels heel leuk. Vind ik echt verschrikkelijk. Omdat de letters en het lezen natuurlijk voor het slapen gaan voor. Nou, eventjes hoor. Ik weet niet of hij dit scherp gaat stellen. Maar dit zijn zulke kleine letters. Dan zit je het in lezen en denk je, ja, kijk, zo met daglicht kan ik het prima lezen. Maar dan zit je s'avonds met zo'n schemerlampje. Denk je, nou, sorry, dit is gewoon niet ontspannen. Dus er zijn ook boeken waar ik zelf iets minder blij van word. Maar goed, we gaan toch eventjes kijken wat we hiervan kunnen maken. En in ieder geval eventjes weer de volgorde een beetje swoeshen. Sorry voor het achtergrondgeluid. Inmiddels heb ik weer wat nieuwe boekjes voorgezet. En natuurlijk degene die ze het heel leuk vinden. Die boekjes, hier ook. Voor en achter. Dus we kunnen alles weer goed overzien. En er zijn een paar oude kapotte tussenuit. En zo. Het keukentje valt niet heel veel aan te doen. Maar ik ga toch eventjes kijken of er geen gekke dingen tussen liggen. Zoals bijvoorbeeld deze bril. Ik ben inmiddels in de kamer van Niels. Maar het is een beetje chaotisch, want Niels kwam zijn beste vriendinnetje buiten tegen, dus die is meegekomen. Dus het is hier hysterisch, maar ik ga vooral gewoon verder. En ik zal jullie af en toe wel eventjes dingetjes delen waarvan ik denk dat is handig. Ik heb in de knutsellade, de kleurpratenlaar, heb ik een stapel voor Elin en een stapel voor Niels. En af en toe schoon ik het even op, maar dat heb ik laatst al gedaan, dus dat is nu niet echt nodig. Alleen de stapels zijn een beetje door elkaar, maar ze hebben ze allebei hun eigen stapeltje en dan kunnen ze daar gewoon kleurplaat van pakken. Dat weet je ook gaan. Die zit natuurlijk hier. Nu ga ik even naar de spelletjes. Ja, deze kan ik dus allemaal gewoon nog wel gebruiken. Dus daar hoef ik niet heel veel aan op te ruimen. Maar dan komen we bij de kleila. Nou, hebben ze gisteren gekleid en was het laat, dus er is niet heel goed opgeruimd. Dus deze ga ik weer even vullen, want hier heb ik eigenlijk altijd alle klei in zitten. Oh ja, we hebben nog van het kinetische zand. Deze ga ik ergens anders neerleggen, want toen was ik namelijk op zoek en ik kon ze niet vinden. Stoepkrijt. Trouwens even sowieso not spon, maar ik ben echt, we hebben laatst weer dit gekregen, andere klei, maar ja, dat krijgt hij dan op zo'n feestje of zo, maar eigenlijk altijd Play-Doh. Dat vind ik echt de enige, maar goed, mocht je nog andere tips hebben, laat me weten. Maar eigenlijk altijd Play-Doh vind ik de enige klei die gewoon echt lang goed blijft. De meeste van die klei, 1 seconde in de buitenlucht en je kan ze niet meer gebruiken. Die Play-Doh is echt top. En ik, we hebben nu toevallig heel veel gekregen van iemand. Dus zeg maar, van wie haar kinderen ontgroeid zijn. Helemaal top.
Maar ook zelf, zeg maar, als ik afglij koop, dan is het altijd Play-Doh. Ik zeg, dit hebben ze bijna allemaal gekregen. Maar als ik het al koop, dan koop ik het vaak bij Kruidvat. Want dan heb je altijd wel goede aanbiedingen. Met Play-Doh. Wij hebben de Minion set, die is een hit. En de pizza maker set en nog een cupcake set. Nou ja, die kan ik maar hebben. Ik heb hier graag mee gespeeld en het liefst op de dag dat ik heb schoongemaakt, zoals gisteren. Ik vind het altijd fijn. Ander tipje, kartonnen bordjes. Ik gebruik vaak kartonnen bordjes voor verf. Dit zijn dan zeg maar oude bordjes, die heb ik ook al heel vaak afgespoeld. Maar als je gewoon even kort afspoelt en laat drogen, dan zien ze er misschien een beetje vervormd uit. Maar werkt prima voor verf. Ik heb hier toevallig nog een nieuw setje liggen. Maar vind ik heel handig voor dat soort dingen. En dan is deze la ook weer voor knutselaar geordend, zullen we dan maar zeggen. Dit is eigenlijk het enige wat eruit weggaat. Dit is een soort opgedroogd stuk, ik weet niet wat. Deze la moet wel even wat werk, maar dat moet ik even combineren met deze. Even kijken hoe ik dat precies ga doen. Want dit werkt niet, hè? Ik heb het nu zo gedaan. Ik heb hier zitten de Pokémons in. Hier zitten daaronder de dino's. Hier heb ik hier ook weer in gedaan. Oh ja, de Transformers. Duplo. Nou, dit is een soort rommelbak waar ze altijd van alles uitpakken. Hier heb ik nu alle autootjes in gedaan. Hier zitten nog wat dino's in en vooral die grote superhelden. Wat heet die dingen? Die Avenger gasten. Dus dat is ook opgeruimd. En dan komt er even een uurtje een vriendinnetje spelen. Toppie. Maar goed, ondertussen heb ik wel de spelletjes gedaan. Dit is, tegenwoordig ze zijn echt gek op spelletjes. Vooral Niels. Elin is nog een beetje klein voor. Maar goed, dit is Elin de spelletjes. Nou, daar kan het kwartet ook al bij. Hier zit zo dat bunnyhop nog, maar dan hebben ze dat gespeeld. Dus hier liggen alle spelletjes en opa's deze spul, als hij komt. Dit is eigenlijk wel klaar. Dit is gewoon wat het is. Dus wat ik nu nog moet doen is Niels' nachtkastje en Elin's la en het keukentje. Dus het gaat goed, het gaat voorspoedig. En er is weer een stuk meer orde. En dan merk je dus ook meteen dat dus alle speelgoed weer gepakt wordt. Omdat ze het weer zien. En denken, oh ja, leuk dit en dat. Ik heb nog boekjes gevonden die ik eerder aan de kant had gelegd. Omdat die toen nog niet van toepassing waren. Want deze Zoek naar Nemo was vrij spannend. En deze is het ABC van Kikker. Nou, Niels is natuurlijk nu met letters bezig. Dus die kunnen naar de kast. Ik heb het hierboven nu ook opgeruimd. Dit is gewoon nog de knutseldoos. Ik heb alleen deze er altijd naast staan, omdat ze anders die zo snel opmaken. Deze persoon moet ik nog even onder die leggen. Maar ik had eigenlijk bedacht dat ik hem bij Enes puzzels ging doen. Maar ik dacht, nou, laat maar even niet. Hier voorin liggen de nagelknipspullen en de haarknipspullen met deze erbij, spreetje. Want ja, tegenwoordig, hè, corona, doen we het allemaal zelf. Zo. En dan als laatste bij hem zijn nachtkastje. Ik heb hier, ja, weet je, hij leest al die boekjes, dus ik laat ze maar inleggen. Maar het is gewoon even normaal neergelegd. En allemaal Lego boekjes en andersoortige boekjes. Popo-kaarten. En dan heb ik hier zo'n rommelaar een klein beetje opgeruimd. Maar het is natuurlijk niet voor niks zo'n rommelaatje. Dus tekeningen en briefjes van vriendjes en vriendinnetjes. Nog steeds die verschrikkelijke tattoos. Die waren ze nog steeds veel plezier aan beleven. En allemaal van die gekke frutseltjes. Dus nou, prima. En ik heb de laap op Eniskamer ook al gedaan. Maar die heb ik ook niet laten zien. Maar volgens mij ben ik er dan. Denk ik. Oh, bam. Dan heb ik hier alleen even bij Miuwens verstopt. Deze bak liggen. En hier liggen spulletjes in. Waar ik even mee moet kijken wat ik daarmee ga doen. Bijvoorbeeld deze gaan sowieso naar mijn broertje. Maar ik weet dat die niet zo is van plastic. Dus of ik ga die doneren of ik geef ze aan een ander vriendinnetje. Of ik moet even kijken. Maar ik denk dat we hier wel zonder kunnen. Als ze het zien, willen ze er meteen weer mee spelen. Dus deze laat ik even hier op de slaapkamer staan. En dan hebben we gewoon weer de boel een beetje lekker aan kant.
Ik wil het ook nog voor onze eigen dingen doen. Daar ben ik dus al mee bezig. De eerste video is sowieso al online. En ik weet niet welke eerder online komt. Ik denk deze. Maar anders zit er nog een organisatievideootje bij. Maar dat is natuurlijk een ongoing proces. Zeker met het zicht op dat we dit huis gaan verkopen. En ja, dan wil ik wel. Nou ja, het wordt natuurlijk een volksverhuizing plus plus. En dat is ook oké. Ik ga niet spullen weggooien om ze vervolgens weer opnieuw te kopen. Maar zeg maar, er zijn ook dingen die we niet meer nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld een kinderwagen en dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal van die missies. Maar goed, ik zal zo nog even die la van Elia laten zien. En deze la is ook opgeruimd. Het is nog steeds een beetje een rommel la, maar het ziet er niet zo heel goed uit. Het enige is dat ik misschien nog het kasteel hierin ga doen en dan het bedje naar de woonkamer. Maar goed, dat zien we later wel eventjes. Maar de beer ligt er ook wel zielig bij. Oh, even een dekentje. Zo, nou borst ik het op. Ja, dat. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dat jullie een beetje geïnspireerd zijn geraakt om ook weer eventjes lekker de bezem er doorheen te halen. Ik begreep dat wij brengen bijvoorbeeld vaak dingen naar de kringloop. Maar ik begrijp dat het een beetje overstroomt, de kringlopen. Dus ik heb bijvoorbeeld net een fietsje, een oud fietsje van Niels en Elin aan mijn broertje gegeven. Dus nou ja, kijk eventjes wat je met je oude spul doet. Je kunt natuurlijk ook als je een beetje opslagruimte hebt... dat bewaren voor een moment dat of de kringloop weer nodig heeft of dat het Koningsdag is. Wie weet kunnen we dat ook ooit weer vieren. Dus kijk even wat je ermee doet. Heel veel op Marktplaats doe ik ook. Maar dat hangt ook heel erg van af wat voor kwaliteit het ook nog is. Zo'n fietsje zou ik normaal ook op Marktplaats zetten. Maar mijn broertje heeft een kindje van 1. Dus het is prima om dat daar naartoe te brengen. Zeg maar. Dus het is altijd een beetje kijken waar breng ik het heen. Maar mijn tips zijn dus, nou, kringloop mocht dat bij jou niet overstromen. Want volgens mij is dat meer in de grote steden een probleem dan elders, maar weet ik niet. Kringloop, marktplaats, weggeven aan vrienden, familie of iemand waarvan je weet dat het nodig is. Ik weet dat soms kinderdagverblijven en dat soort dingen er ook heel blij van worden. Of buurthuizen, dus kijk eventjes wat een fijne plek is voor jouw speelgoed. Ja, ik hoop dat je wat hebben gehad aan de tips. Ik ga dus nog wat extra manden, bakken, dat soort dingen kopen. Dat doe ik meestal of bij de HEMA, die man die voorbij heeft zien komen, of bij de... IKEA, maar ja, dat is nu allemaal een beetje lastig, want je wilt toch even het zien en kijken van, is dit dan handig? Maar goed, dat zijn mijn opslaatips. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb jij nog hele belangrijke tips? Laat ze vooral even weten of dat je zegt, dit is echt super handig om de boeken op te ruimen of weet ik veel, de Duplo blokken. Laat het me vooral even weten hieronder in de comments, want daar hebben we allemaal wat aan. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en heel graag tot snel bij een nieuwe video. Doeg!